Je weet dat je moet eten om in leven te blijven. Maar je eet natuurlijk het liefst wat je lekker vindt. Het hele jaar door kun je eten wat je wilt. En eigenlijk is dat al een feest. Maar af en toe maken we van het eten helemaal een feest. Dan snoepen we en eten we dingen die niet zo gezond zijn, maar wel lekker. En voor een keertje best mogen. Als mensen met elkaar trouwen, eten we met z'n allen van de bruidstaart. Wanneer er een baby wordt geboren, eet iedereen, behalve de baby, beschuit met muisjes. Nee, geen echte natuurlijk. Deze muisjes zijn een soort broodbeleg dat van anijszaadjes wordt gemaakt met een roze of blauw suikerlaagje. Roze bij een meisje en blauw bij een jongetje. Bij alle verjaardagen die dat babytje de rest van het leven viert, zijn er gebakjes, taartjes of andere zoetigheden om het feest nog feestelijker te maken. Maar verjaardagen zijn niet de enige feestjes. We vieren ook feest op bepaalde dagen van het jaar, met de soort snoep die er volgens ons bij hoort. Met Sinterklaas gooien we de pieten met pepernoten en snoepen we van chocoladeletters, taai-taai en ander suikergoed. Rond oud en nieuw worden oliebollen gebakken. Je hebt het gehoord, eten is een feest. Helemaal doordat tegenwoordig het hele jaar door gewoon alles te koop is.